Bij de viering van het vijfjarig bestaan van de actiegroep Man-Vrouw Maatschappij waren de mannen toch wel sterk in de minderheid. Voorzitter Joke Kool-Smit had er wel een verklaring voor. In het begin beschouwden we mannen, iets wat aarzelend, als onze bondgenoten. Bij nader inzien bleken de meeste mannen, ook in onze eigen omgeving, toch wel erg gesteld te zijn op hun belangrijke rol in het arbeidsproces en in de samenleving. Er blijft dus werk aan de winkel voor een beweging die in de eerste plaats voor de rechten van de vrouw opkomt. Een oud probleem, zoals in de Tijgerzaal van het Amsterdamse Artis te zien is op de tentoonstelling 75 jaar emancipatie in beeld. Middelbaar en hoger onderwijs voor meisjes en vooral het vrouwenkiesrecht waren belangrijke strijdvragen uit die periode. Intussen is er veel veranderd en voor de moderne vrouw staan mogelijkheden open in beroepen waar niemand 100 jaar geleden zelfs maar aan had kunnen denken. We hebben dus ook dezelfde opleiding gehad als onze mannelijke collega's. Ik vind over het algemeen, er zijn erg veel mannelijke beroepen die je als vrouw wel zou kunnen doen. Het loon is gelijk met onze mannelijke collega's. Dus wat dat betreft worden wij niet achtergesteld. Toch zit het nog niet allemaal zo lekker. En Man-Vrouw Maatschappij heeft een hele verlanglijst om de positie van de vrouw in onze hedendaagse samenleving te verbeteren. De eisenmarkt op de jubileumviering liet daar geen twijfel over bestaan. Zo zouden er meer crèches moeten komen ten behoeve van werkende moeders. Strijdbare vrouwen vragen zich ook af waarom voorkoming van zwangerschap juist een taak voor de vrouw is. En of het wel zo vanzelfsprekend is dat er op de kantoren geen mannelijke typisten zijn. Ideaal voor Man-Vrouw Maatschappij en andere feministische groepen is doorbreking van het traditionele rollenpatroon van typisch mannelijke en typisch vrouwelijke taken in gezin en samenleving. Het is misschien even wennen, maar op zichzelf is er geen reden om bij de opvoeding al te zeggen dat doen jongens wel, maar...